Emancipate yourselves from mental slavery. Numbered ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption song, redemption song. Goeiedag dames en heren, ik ben van Gunnertube. Samen zijn we hier met het Gunnertube team. We krijgen een uitleg over de vijgenboom die op de moestuin is gehuisvest. We gaan dan ook voor u speciaal de verzorging, herkomst, het eetbaarheid en de giftigheid en het uiterlijk van deze plant bespreken. Het gaat hier om de Ficus carica. En dan zien mensen de vijgen in het donker. Wist je trouwens dat je het blad, als het vers is, vers jong blad, dat je dat kan eten. Dat wist ik niet. Ik las het op internet, ik was gisteren of een week aan het zoeken. Ja, wist ik ook niet hoor. Van druiven weet ik wel, maar... Nee, wist ik ook niet, dat zei dus op internet, zo'n website. Je verkocht grote oude vijgenbomen. Stond ook bij dat je het blad ook nog eens kon eten. Huh? Ja. En dit zijn ze. Maar, wat voor kleur moeten deze nou uiteindelijk krijgen? Beetje bruinig. Dit is de cold, turkey brown, turkey brown of zo? Zo is vaag? Licht bruin. Ja, maar ik bedoel de naam van de vijg. Oh, dat weet ik niet. Kun je opzoeken? Ja. De koekel. Ja, er staat iets bij met brown turkey, turkey brown, zo is vaag. Iets met brown en turkey, zo is vaag. Oh. Ik weet dat ook niet precies. Maar dat zijn inderdaad wel... lekkere vijgen. En wist je trouwens, buffet, dat een vijg eigenlijk maar een bloem is en dat het helemaal geen vrucht is? Het wordt wel verkocht onder vruchtplanten, ja. Maar dat is het niet. De bloem zelf is eigenlijk die hele knobbel, die groeit ook. Even kijken, kunnen we er eentje zien. Kijk, hier zien we een kleintje. Even zie je verlichting. Ook een rood stukje, hè? Waar? Op de vijgen, roodbruinig. Oh, hier zo. Ja. Ja. Ja, zie je ook allemaal. Ja. Maar kijk, zoals deze hier zo, is heel... Wacht even, zuiver. Zoals hier zo is heel klein. Ja. Uiteindelijk, hoe verder je kijkt, hoe groter die wordt. Ja. Maar het leuke is, veel noemen dit een vijgenvrucht. Maar de vijg is in oorsprong geen vrucht. De vijg is een bloem. De bloem die valt van binnenuit. Dus ja. Hij valt hem als een knopje in één. Als je er ook een plukt, dan zie je meeldraadjes. Ja. Ja, klopt. Zie je allemaal draadjes, ja. En er komt melk uit. De bloem zit echt van binnen. Oh, ik weet niet wat je met die melk kan. Is dat een soort lijmachtig? Ja, dat is lijmachtig. Plakt. Ja. Kan je mee plakken? Ja. Oh, leuk. Dus ook als je hem snoeit blijkbaar, heb je ook sappen. Ja. In de groeiperiode. Dus je zal hem in de herfst moeten snoeien. Ja. Nog last gehad van luizen, plagen? Nee. Want bij mij thuis had ik wel een rups erin zitten. Een rupsenplaag. Ik had een appelboompje, daar zat een rups in, die heb ik eruit gehaald. Oké, appelboom, en, ja, en dan moest daar ook hiernaast. En, ik heb er twee appels uitgehaald. Oh. En ik heb ze eruit gehaald. Elke dag weer. En ik heb nu geen rupsjes meer. Oké. Ja, het is toch regelmatig bij jou, hè? Ja. Net zoals de. Hoeveel vijgen heb je vorig jaar gehad? Deze is nu anderhalf jaar oud, hè, zei je? Vijf vijgen, geloof ik. Vijf vijgen, nou een hele tak vol. Maar is dit nieuwe groei wat we hier zien? Is dit een oude tak? Is oude tak? Ja. Dus dit zijn oude takken, niet nieuwe? Nee. Ik dacht juist dat alleen de vrucht op de nieuwe takken zouden verschijnen. Deze is er vanaf vorig jaar bij. Welke? Is dit jaar erbij gekomen. Die? Dit jaar, deze. Ja. Alleen dit jaar? Ja. Zo, als ik zo even kijk, dat is best de jongen, want daar hebben wij de kluit. Dan gaat die hier zo opzij. Hier opzij, dus dat is één tak, vanaf de stam. Wauw.
Ze groeien echt hard. Maar de bloemen, heb je ook een bloempje zien verschijnen of ook echt niet gewoon? Nee, komt alleen dus die theorie wat ze op internet zeggen, klopt dus echt. Dat ze gewoon komt geen bloem geven. En daar komt 5. Dat is gewoon als dit, hè? Kijk. Ja. Heel klein, even zuiver. Daarom. Waar zo? Boven. Zo? Oh ja, kijk. Daar komt er ook één. In het rozetje. Kan een blad wezen, maar kan ook een 5 wezen. Kan dat een blad wezen? Groeit die via de oksel uit zijn nieuwe stelen? Ja, kan een blad wezen of een 5. Maar het is halverwege tot einde oktober. Ja. Zou die nou nog nieuwe blad geven, denk je? Kan ook. Hij is bladverliezend, toch? Nee. Geloof ik niet? Nee. Houdt hij zijn blad? Hij houdt zijn blad. Oh, dat zou echt te gek zijn. Ik heb thuis ook een klein veilje, deze toch? Deze vruchten kunnen in januari goed zijn. Niet september? Nee. Dus hebben we de vorst nodig? Nee, je hebt die nu goed kunnen zijn. Ja? En je hebt in januari dat ze goed kunnen zijn. Oh, je kan verschillend oogsten? Ja. Maar is het dan ook in die tussenperiode dat ze ook gewoon allemaal tegelijkertijd klaar zijn? Je weet toch, dat als het september is bijvoorbeeld en een paar maanden verder, dat tussenin continu oogst? Ze zijn af en toe gewoon één klaar wezen. Oh, dus je kan continu eten? Ja. En hij was 1,5 jaar oud? Ja. Nou, en hij is nu zeker 2 meter? Ja. Oh, kijk eens, buf, we hebben volle maan. Ja. Leuk. Oh nee, wacht, geen volle maan, dat lijkt op... Kijk nou op de camera. Ja. Op de camera lijkt het een volle maan. Ja. Maar misschien hier een halve maan. Mm-hmm. Jammer, hè? Het is wel zuiver, maar het is natuurlijk geen topkwaliteit camera of zo. Je ziet de sterren. Je ziet er al een. Oh, dat heb ik. Wacht even, je ziet de ster. Daar. Die kant op kijken, boven die wolk, daar zie je een ster. Ja, dat zie je op de camera niet, helaas, maar. Net achter die tak. Ja. Ja. Iets erboven. Maar je had toch ook een of andere tropische boom hier? Want dit is een tropische boom, toch? Dus die kakiboom, die stond daar ook. Die is toen omgewaaid. Is dat dat kale dingetje? Ja, dat is gewoon een losse tak die erin gezet is. Die doet niets meer, hoor. Nee. Jammer. Maar de vijg is een exoot, hè? Wist je dat? De vijg is een exoot. Ja. Maar jij dekt hem niet af in de winter. Je geeft hem geen antivrieshoes of zo. Nee. Ik laat hem gewoon zo staan. Maar wat als het sneeuwt dan? Hoe zien ze bladeren er dan uit? Weet ik niet. Oh, dat heb je nog niet gezien? Nee. Hoe was het vorig jaar met de winter? Was hij kaal? Nee. Ook niet? Nee. En toch, wat voor winter hadden we ook alweer? Help me eens. Volgens mij was het niet al te koud. Niet veel sneeuw. Nee. Veel vorst ook niet. Of wel? Nee, was niet overdreven koud. Nou ja. Ik vind het nu eigenlijk voor einde oktober zo'n beetje toen. Vind ik het ook niet verkeerd, hoor. Ik heb dan wel mijn winterjas aan. Ja. Mijn handschoen is nog niet nodig. Maar is dat dan niet een eerste verschijnsel? Van verdrogen van het blad? Of is dat gewoon beschadiging? Gewoon een beschadiging wezen. Maar die vrucht hebben de winter nodig. Jammer dat die nu nog niet klaar is. Lijkt me echt indrukwekkend om eentje te snoepen. Ik heb namelijk de vijg leren eten toen ik een jaar of 13 was. Als een vijg klaar is, dan hoor je dat. Ja. Ja? Goeie. Want we hadden dit jaar hebben we er 2 gehad. En die 2 bomen? Nee, 2 vijgen. 2 vijgen. Die goed waren. En die hebben Alicia en ik gewoon gedeeld. Iedereen helft. Ja, precies. Maar wanneer ontstaat nou zo'n vijg? Want ik heb thuis ook een klein vijgje. Die zal ik even voor de kijkers even onder in beeld even aantonen. Mm-hmm. Maar die kleine vijg is nog klein, maar ik weet niet wanneer die wat gaat doen. Wanneer de eerste aanzicht is. Of is wat net wat jij zei. Wacht even, even een lampje. Want hier had je net een tak en dan had je het over hier zo, toch? Ja. Maar is dit dan ook de periode dat hij hem hieruit gaat schieten, dus deze nieuwe vruchten? Is deze vrucht van nu? Ja, die of, is van nu. Is niet van vorig jaar? Of zomer of zo? Nee, dat is van nu. Oké, dat is september, oktober die kant op begint hij te knoppen. En dan heb je, hoe lang ongeveer nodig is dat in totaalperiode? Oh, dat weet ik niet, joh. Kijk, dat is traag, zeg. Ja, maar als je zei dat bepaalde oogsttijd, toch? Ja. Je kan in de zomer vijgen hebben. Oh. En je kan in de winter vijgen hebben. Oké. Okay. En als je nou zometeen even daar of... Waar? Die komt op schijnt. Ja, ik wil wel veilig van mij. Donker.
Even veilig. Nee, die zijn nog hard. Want die winkels zijn... die zijn al wat ouder, ja. Ja. En waarom is die donker? Ja, weet ik ook niet. Die kan meer dan gewoon rijp zijn, die weet het niet. En die plant had dus geen last van de kou. Nee. Duidelijker. Een reus. Eens kijken of ik die stam goed in beeld kan krijgen. Kijk eens, dames en heren. Dit is die stam. Wat een ding. Maar je hebt hem niet op een stammetje zo te zien. Hè? Wat nou als je hem helemaal op de stam zou snoeien? Dat je de stam kaal houdt en de hoogte als bladerdek? Is dat mogelijk of geeft hij sowieso hangende takken? Nee. Zoals dit, het hangende. Deze is gewoon gaan hangen eigenlijk. Omdat ook. Omdat ik die pompoenplant gewoon heb laten groeien. Oh, die pompoen zat hier ook doorheen, hè? Ja. Ja, die vriest zo weg. Dus, nou, indrukwekkende plant hoor. Maar hoe koud, winterhard is hij dan? Hoe koud is het koudste wat je hier hebt gehaald tot nu toe? Ik weet het niet, joh. Nou, maar zal die -10 beschermd zijn? Jawel. Kijk eens. Wauw, een groeipunt, moet je zien. Eens kijken of ik een close-up kan nemen. Ja, kijk. Nieuw blad van de vijg. Ja. Indrukwekkend. Kijk eens wat een schoonheid. En dan de knoppen vormen in de oogsel, hadden we gezegd. Maar die tak wordt, dus, begrijp ik, hetzelfde jaar eigenlijk houterig. Ja. En de nieuwe groei, wat we hier bovenaan zien, eindigt hier een beetje met bruin. En dan, hoe meer we naar het groeipunt gaan waar echte vruchten zitten, wordt die groen. Mm-hmm. En één hele tak per jaar, nou, indrukwekkend. Ik ben erg benieuwd hoe goed die van mij gaat thuis. Ja. Hoe vaak geef je een voeding en wat voor voeding? Huh? Voeding en zo, en wat voor voeding? Ik heb gewoon één keer in het jaar gooi ik een paardenmest op. En wanneer doe je dat? Welke periode? Heb ik begin van het seizoen gedaan. Lente? Ja. Gewoon paardenmest erop gegooid. Is het een late opkomer? Dus als ze stellen het is lente, komt die laat tot leven? Nee. Of is dat pas in de zomer? Nee. Ook niet? Nee, gewoon begin. Nou, hij is een vroegertje dus. Huh? Hij is een vroeger. Ja. Mooi om te horen. Even naar hem, want hij vraagt ons. Ja, komt goed. Nou, dit is dus de vijg. De buurvrouw, laat maar even bijkijken. Dit is de vijg die wij bij de moestuin hebben. Thuis gaan we ook verder met de moestuin. Eerst al zeggen, dit was de informatie van de vijg. Met het daglicht worden proberen ik erbij te zetten. Aan het begin van de video, of heeft u al gezien? Vindt u het een leuke video? Eventjes een duimpje omhoog. Eventjes abonneren op mijn kanaal. Vergeet daarbij niet onder in beeld op het notificatiebelletje te drukken. Zodat je daadwerkelijk meldingen krijgt van mijn nieuwste video's. Dan wens ik u allen een prettige en succesvolle video. Wat een koude, koele nacht. Dit was de informatie van de vijg in oktober. Halverwege tot einde oktober. En dit is hoe de vijg het overleeft. Nou, ik wens u allen een hele prettige en succesvolle dag toe. Groetjes van ons, van de moestuinboeren. En een hele fijne dag. Adios, amigos. Peace. Doeg. 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 Doeg.